We zitten hier bij het ondernemershuis aan de Ronedreef in Overvecht. En daar is Power by Peers gevestigd. Wat is de relatie tussen ondernemershuis en Power by Peers? Het ondernemershuis is een plek voor startende ondernemers en ondernemers die zich verder willen ontwikkelen in Overvecht. En Power by Peers is de organisatie die dat ondernemershuis voor hen openstelt. En waarom in Overvecht? We zijn in Overvecht begonnen. Eigenlijk simpelweg omdat in Overvecht heel veel vraag was ook bij mensen om wel aan het werk te gaan. En dan vaak op een nieuwe manier en met gebruik van hun eigen wijsheid. Tony, je hebt je werkplek hier bij Power by Peers in het ondernemershuis. Ja. Wat doe je hier? Nou, ik ben een zelfstandig ondernemer. Ik woon hier vlak in de buurt. En ik adviseer over duurzame energie en duurzaam materiaalgebruik. En ik ben hier terechtgekomen omdat ik op zoek was naar een plek in mijn eigen omgeving om te kunnen werken. En ik ben in gesprek gekomen met Power by Peers. En zij hebben mij hier die werkplek aangeboden voor 1 dag in de week. Als tegenprestatie daarbij help ik om na te denken over dit gebouw. De duurzaamheid daarvan, het onderhoud, wat we nog mee kunnen doen de komende jaren. Dat soort vraagstukken. En is het toevallig dat het in Overvecht is? Nee, want ik woon hier 2 straten vandaan. En ik was echt op zoek naar een plek in mijn eigen buurt. Er zijn er niet zo heel veel van in Overvecht. Ik vind het belangrijk dat dit soort faciliteiten hier behouden blijven. En daarom wil ik hier graag zelf zitten werken. En dus meehelpen om het verder uit te bouwen. Misschien ook een rekenmachine erbij of iets met een pen of zo. Want dat maakt het voor Leo. En wat zijn de producten? Zijn het trainingen, cursussen? Wat wij aanbieden is inderdaad een traject waarbij mensen met ons training krijgen. Voorlichting over wat is ondernemen eigenlijk, hoe doe je dat, wat komt er allemaal bij kijken. En we werken best wel veel met mensen aan ook effectief zijn, dus hoe doe je dan ook dingen. En wat mensen die bij ons komen allemaal aanbieden is onwijs divers. We hebben mensen die danslessen geven, maar ook programmeurs, webontwikkelaars, schilders, mensen in de creatieve dienstverlening, grafici, tekenaars, eigenlijk echt van alles. Wij zijn een jaar geleden terechtgekomen bij Power by Peers omdat we onze eigen stichting willen opzetten voor mensen met een beperking. Omdat wij vinden dat mensen met een beperking te veel thuis blijven zitten en dus eigenlijk vereenzamen. Wij zijn hier bezig met tafeltennis. We gaan binnenkort een rolstoel integratie basketbaltoernooi organiseren voor mensen met een beperking en mensen zonder. En dat houdt dus in dat mensen zonder een beperking ook kunnen ervaren wat een rolstoel dan helemaal inhoudt. De landelijke opleiding ervaringsdeskundigen, die opleiden tot een mbo-certificaat, is hier ook gehuisvest. Wat is jullie relatie daarmee? We zijn heel blij dat we daar aan kunnen bijdragen. Ervaringsdeskundigheid is iets waar we ons ook al vanaf het begin van ons bestaan voor inzetten. En we hopen dat we op deze manier aan kunnen bijdragen dat ervaringskennis wordt gewaardeerd en dat mensen daar ook werk in kunnen vinden.